president Chandrika Persad Santokhi herdenkt op donderdag 3 februari 2022 zijn 63ste levensjaar. Op het historische presidentieel paleis is er een gebedsdienst gehouden om de geboortedag van de regeringsleider te memoreren. Directie, staf en personeel verbonden aan het kabinet van de president hebben de felicitaties overgebracht aan het staatshoofd. Het is een hele eer voor mij als president om vandaag met zoveel geestelijke leiders van zoveel gemeenten, religieuze organisaties, denominaties zoals Pastor Poto dat zegt, vandaag hier te zijn. En alle geloven die zeggen het. Wanneer je samen bidt, met zoveel bidt, dan is de kracht, zegen, sterker. En dan is de boodschap van onze Schepper ook sterker. En smeren. Nou, in ieder geval met zoveel gebeden van zoveel religieuze leiders gezegend. En natuurlijk ben je al een paar dagen bezig om in gebed te gaan, terug te kijken afgelopen 63 jaar. Je zegeningen tellen, maar ook de beproevingen die je allemaal doorstaan hebt. Je ouders bedanken. Alle personen die ook bijgedragen hebben aan jouw vorming bedanken. Dat heb ik allemaal in gebed gedaan. En op zo'n jaardag is het goed om ook die rol en die verantwoordelijkheid die je hebt als president ook goed te belichten, want je zit niet zomaar daar. Je hebt ook van de Schepper een opdracht en dat je die opdracht moet vervullen. Ja, kijk, iedereen is gekomen voor een korte tijdsperiode. Hoe lang die periode van mij is, dat weet God en dat geldt ook voor ieder. Alleen moet u wel één ding beseffen, dat je hier gekomen bent, net zoals we dat zingen, en mi kondre tru mi lobby you, dat gado poti na doti, putanwa pisi ting. En dat in a pisi ting dat je im du buroko, im du boonsani. En als jouw werk af is, word je teruggeroepen. Dan word je weer ter verantwoording geroepen. Of je inderdaad je werk volbracht hebt zoals de Schepper dat gewild heeft. Dat is wat ik aan het doen ben. In die tijdlijn, waarvan ik niet weet hoe lang het is, maar nu ben je 63. Dat je alvast God moet bedanken, maar tegelijkertijd vragen om wijsheid, kennis, om goede beslissingen te nemen, om het land en het volk uit de crisis te halen. En dat we binnen een jaar in staat zijn een failliete boedel, een lege staatskas weer te brengen naar een niveau dat we nu weer kas hebben met middelen. Dat we onze economie brengen nu naar stabiliteit.
dat we weer steun krijgen van IMF en IDB, 1,5 miljard voor 3 jaar voor Peiko. Hard werken, eerlijk werken, biggie gado en die dingen komen. Wat we nu hebben is ons plan, herstelplan, is ons IMF-programma, is ons MOP. Wat we nu hebben is die richting. Wat we nu hebben, die targets die we halen. Nu, dit jaar, uitvoeren. Resultaten neerzetten. Projecten neerzetten. En laat de samenleving zien. Ja, het tikje zo. Ting. 1,5 jaar. We hebben zware offers gebracht. Maar ik zie dat de regering nu die zaken realiseert die de regering beloofd had. En dat komt vanwege het feit dat wij andere prioriteiten hadden. Crisis is aanpakken. En nu projecten realiseren. Met een werkgelegenheid komt. Met een woningbouw komt. En dat zullen de prioriteiten zijn voor dit jaar. Dus nogmaals, alles is al voorbereid. Alles is al gepland. Alle beleidsdocumenten zijn er. De richting is er. De maatregelen zijn bekend. Uitvoeren nu. Aanpakken. Happy birthday to you.